Goeiedag en welkom op onze nationale nieuwjaarsreceptie. Een speciale editie, een digitale nieuwjaarsreceptie, want het is nog steeds corona. En voor we aan de eigenlijke toespraak beginnen, blikken we nog even terug naar 2020 met onze 5 fractieleiders. En die gesprekken gaan in goede banen geleid worden door Laurens Urbain. Laurens, veel succes. Dankjewel, Tom. Dames en heren, ook van mijn kant uit een bijzonder goede avond en welkom bij deze nieuwjaarsreceptie. Het Vlaams Belang is een partij die altijd voor de troepen uitloopt en dat is in deze niet anders. Want het Vlaams Belang is de eerste partij in Vlaanderen die een digitale nieuwjaarsreceptie organiseert. En uiteraard is het veel leuker om met honderden mensen in real life te klinken op het nieuwe jaar. Maar laat het toch niet aan uw hart komen. In de woonkamer, maak het gezellig, neem iets bij de hand om te drinken en geniet mee van deze nieuwjaarsreceptie, net zoals de vele leden van het Vlaams Belang die u hier achter mij ziet. We gaan terugblikken op het vorige jaar en dat doen we met 5 fractieleiders. Laat ons op het federale beleidsniveau bijvoorbeeld beginnen. Want 2020 was niet alleen het jaar van corona, het was ook het jaar waarin er eindelijk een federale regering werd gevormd. En iemand die ons alles kan vertellen over die nieuwe paars-groene regering, dat is de fractieleidster in het federale parlement voor Vlaams Belang, Barbara Pas. Goedenavond. 2020 was een vreemd en dramatisch coronajaar. Velen zijn opgelucht dat het jaar voorbij is, maar we mogen 2020 niet vergeten. We mogen niet vergeten dat de regering Wilmès in haar enige opdracht, het aanpakken van de coronacrisis, compleet faalde. We mogen niet vergeten dat er 7 mini-partijtjes tegen de verkiezingsuitslag in een belastingsregering hebben gevormd zonder enige ommekeer in zaken veiligheid of in zaken migratie. Maar we mogen ook niet vergeten dat er beterschap komt. Dat ondertussen het kleinste kind, op Christophe Calvo na, beseft dat er meer Vlaanderen en dat er bijvoorbeeld een Vlaamse gezondheidszorg nodig is. Mijn goed voornemen voor het komende jaar is de oppositie voeren die Vlaanderen verdient. Wij gaan Vivaldi het vuur aan de schenen leggen. En wij gaan de verandering voorbereiden. Want die echte verandering, die kan er alleen maar komen met ons Vlaams Belang. Dankjewel, Barbara. En Barbara Pas schreef vorig jaar het corona-blunderboek, maar dat deed ze niet alleen. Ze kreeg de steun van Chris Janssens, de fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaamse parlement. En ook Chris Janssens heeft voor ons een nieuwjaarsboodschap in petto. Goedenavond, beste Vlamingen. In de aanpak van de coronacrisis werd er naar Belgische traditie weer volop geblunderd. België staat met bijna 20.000 sterfgevallen wereldwijd aan de bedroevende top van het aantal slachtoffers per hoofd van de bevolking. En ja, het was een nieuw en onbekend virus, maar waar andere landen wel in slaagden, daar faalde België. Denk maar aan de dramatische saga met de mondmaskers, aan het totaal mislukte testen en tracen en aan de drama's in onze woonzorgcentra. Over al deze regeringsblunders schreef ik samen met collega Barbara Pas halverwege 2020 het corona-blunderboek. Intussen zijn er door de Belgische ministers en andere prutsers helaas zoveel nieuwe blunders gemaakt dat er ruimte is voor een tweede boek. Maar erger nog, heel wat economische sectoren, zoals de horecasector en de evenementensector, maar ook heel wat andere, dreigen intussen kopje onder te gaan. Er zal dus in 2021 uit een ander vaatje getapt moeten worden om puin te ruimen in heel dat coronabeleid. Dankjewel, Chris Janssens. En vorige week was het weer zover. Het is een vast tafereel in Brussel bij de overgang van oud naar nieuw. Auto's worden in brand gestoken, vuurwerk wordt afgeschoten op vuilnispakken, auto's en in het slechtste geval op politieagenten. En ja, dat zijn altijd, laat ons zeggen, de virologen zouden het houden op moeilijk bereikbare groepen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Iemand die al jarenlang aan de alarmbel trekt in Brussel, dat is de fractieleider van het Vlaams Belang in het Brusselse hoofdstedelijke parlement. En dat is Dominique Lotenstaal. Goedenavond, vrienden nationalisten. Gelukkig nieuwjaar. Het voorbije jaar in 2020 hadden onze politiemensen het bijzonder zwaar te verduren. Niet in het minst in Brussel.
Ze waren om de haverklap het mikpunt van gratuit geweld, van agressie. Ze werden geslagen, bespuwd, gestampt en zelfs beschoten. En ondertussen vonden politici van allerhande pluimage het nodig om het op te nemen voor de daders en om de politie te bekritiseren. Alleen het Vlaams Belang koos onomwonden de kant van die mannen en vrouwen die dag in dag uit hun leven riskeren voor onze veiligheid. Ook in het Brussels parlement stonden we op de barricade. Dat zal in het nieuwe jaar niet anders zijn. Ook in 2021 staan we aan de zijde van die mensen die instaan voor onze veiligheid, voor politie, voor brandweer, die het in Brussel dikwijls bijzonder moeilijk hebben. Het Vlaams Belang steunt die mensen. Een boodschap uit Brussel door Dominique Lotenstaal. Iets heel anders dan. Weet u die saga nog rond het VN-migratiepact? Dat hele gedoe rond het verdrag van Marrakesh. Wel, men zegt wel eens, een ongeluk komt nooit alleen. En dat blijkt ook in deze het geval. Want er zou een nieuw migratiepact in de maak zijn. En iemand die ons daar alles over kan vertellen, dat is de delegatieleider van het Vlaams Belang in het Europese parlement, Gerolf Annemans. Goedenavond, dames en heren, goede vrienden. U herinnert zich allemaal 2018, het Vlaams Belang, dat als eerste partij zich verzette tegen wat toen nog het migratiepact van de Verenigde Naties was. De regering van Charles Michel viel daarover. Charles Michel ging toch naar Marrakesh om dat pact te ondertekenen. Ging daarna naar de Europese Unie, hoewel hij de verkiezingen had verloren en alle regeringspartijen de verkiezingen hadden verloren. En nu komt hij vanuit de Europese Unie met iets nieuws, het EU-migratiepact, wat zo mogelijk nog erger is dan het Marrakesh-pact van toen. Marrakesh is het migratiepact van de Europese Unie geworden. We moeten vreemdelingen vanaf nu verplicht aanvaarden. We moeten ze zelfs verspreiden over de Europese Unie. En we kunnen niet meer stoppen met die migratie. Integendeel, we moeten meer gezinshereniging, meer begeleiden van de migratie op ons nemen. Opnieuw staat het Vlaams Belang aan de kant van Vlaanderen, aan de kant van de Vlamingen, om als eerste tegen dit EU-migratiepact met kracht te protesteren. U kan op ons rekenen. Ondertussen wensen wij u een gezond en een gelukkig 2021. Gerolf Annemans met een boodschap vanuit het Europese beleidsniveau. Vier beleidsniveaus hebben we al gehad. We hebben er nog eentje over. En dat is een beleidsniveau dat het Vlaams Belang liever vandaag dan morgen zou willen afschaffen. We hebben het natuurlijk over de Senaat. De delegatieleider in de Senaat voor het Vlaams Belang is niemand minder dan Guy Dazeleer. We hebben het voorbije jaar de grootste gezondheidscrisis meegemaakt sinds vele decennia, met heel veel menselijk leed als gevolg en ook zware economische schade en een sociaal leven dat quasi volledig is stilgevallen. Ik wil hierbij vooral een dankwoord richten aan al de mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, kuisvrouwen, verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen enzovoort. Het zijn deze mensen die ervoor gezorgd hebben dat het voorbije jaar ons gezondheidssysteem niet implodeerde. En dit meestal in zware, erbarmelijke arbeidsomstandigheden en met gevaar voor eigen gezondheid. Wij van het Vlaams Belang willen onze bijzondere waardering uitdrukken voor deze mensen die zich dag in dag uit inzetten ten bate van ons welzijn en zullen dan ook alles in het werk stellen om in de toekomst hun statuut op te waarderen. We willen deze mensen ook in het komende jaar veel goede moed toewensen in het bezweren van deze crisis, maar vooral en in eerste instantie een goede gezondheid toewensen en veel geluk in hun persoonlijk leven. Senator Guy Dazeleer, en hij stak al die mensen uit de zorg een hart onder de riem. En dan nu het hoogtepunt van deze nieuwjaarsreceptie waar u waarschijnlijk allemaal op zit te wachten. U mag gerust in de woonkamer applaudisseren. Dames en heren, de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom van Grieken. Beste vrienden, beste Vlaams-nationalisten, beste Vlaams-belangers. Zoals u kan zien blijft onze partij pionieren. Het Vlaams Belang is altijd een voorloper geweest. Een spits in de politiek, de ijsbreker. Onze partij durft altijd dingen zeggen en durft dingen doen wat anderen niet durven. Wij zijn de pioniers van de Vlaamse politiek. Ook qua politieke technieken. Zo was onze partij de eerste partij die in de jaren 90 uitpakte met grote 20 vierkante meter borden als campagnemiddel. En we hadden zelfs al in de vorige eeuw een website.
Vriend en vijand zal het eens zijn dat wij de eerste waren die sociale media efficiënt gebruikten om onze boodschap nog dichter bij de burger te krijgen. Ook dit jaar verleggen we weer grenzen. We zetten de bakens uit. Weliswaar deze keer noodgedwongen door corona. En daarom spreek ik u vanavond toe vanuit deze prachtige studio. Maar het is niet van harte dat ik deze manier 2021 moet inleiden. Ik zou veel liever met jullie fysiek het glas heffen. Ik haal mijn energie namelijk uit het feit om samen te zijn met Vlaams Belangers. Tussen onze mensen staan, schouder aan schouder. Daar haal ik mijn energie uit. Beste vrienden, 2020 was niet het beste jaar. Een jaar dat we beter snel vergeten. Een jaar dat vol zat uiteraard met corona, maar ook een jaar vol strandterreur aan onze Vlaamse kust. En iedere dag weer die Mark van Ranst op de tv. Een jaar gekenmerkt door geïmporteerde rellen en het vernielen van onze geschiedenis onder het mom van Black Lives Matter. Een jaar van islamitische aanslagen in Parijs, Wenen en Nice. Nee, beste vrienden. Dit jaar is een jaar om snel te vergeten. Er zat veel tegen, zo niet alles. Maar als wij Vlaams Belangers nu in iets heel goed zijn, is het wanneer alles tegen zit, toch door te zetten. Als wij Vlaams Belangers in iets uitblinken, is het net tegen de stroom inzwemmen. Want wanneer iedereen en alles tegen ons is, dan zijn wij op ons best. Dus staan we toe toch enkele politieke lichtpuntjes in 2020 toe te lichten. We stonden met minstens 15.000 mensen op de heizel tijdens onze protestrit tegen deze paarsgroene regering die niemand wou. Meer dan 50.000 mensen registreerden zich als Vlaams Belangkiezer en ontvingen een mondmasker. En we overschreden de kaap van 600.000 fans op Facebook. En in alle peilingen zijn wij de grootste partij van het land. Daarom wil ik iedereen die ons ook in 2020 gesteund heeft, expliciet bedanken, maar ook tegelijkertijd een beetje waarschuwen. Laten we niet gaan zweven. Geloof onze tegenstanders niet wanneer ze zeggen dat wij slapend rijk worden. Want hoe hoger wij in de peilingen staan, hoe moeilijker ze het ons gaan maken. Dus voetje op de grond, we moeten er iedere dag keihard voor knokken en keihard voor werken. En mensen die ook echt een dikke merci verdienen, zijn de mensen die de afgelopen feestdagen niet thuis konden vieren omdat ze op kerstavond of kerstdag aan het werken waren en zorgden dat onze zorg, onze economie, onze hulpverlening draaiende werd gehouden. Van het personeel in de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, thuisverpleging, over de transporteurs, koeriers, tot de mensen die voor onze veiligheid instaan, brandweer, ambulanciers, politiemensen. Veel dank en vooral heel veel respect. En dat veiligheid toch nog altijd een probleem blijft, dat heeft Oudjaarsnacht weer pijnlijk aangetoond. Alleen las u dat amper in de klassieke media. Ik las dat die onregelmatigheden gecatalogeerd werden onder de faits divers. Sommigen beweerden dat het in Brussel een rustige nacht was. Dat er enkel wat standaard situaties waren. Excuseer? Standaard situaties. Honderden arrestaties op één nacht is geen rustige nacht. Een schietpartij in Antwerpen op oudjaar is geen ludieke nieuwjaarsboodschap. En 20 uitgebrande auto's in Brussel zijn voor het Vlaams Belang en volgens mij volgens voor ieder normaal mens geen standaard situatie. Het Vlaams Belang zal nooit dit criminele gedrag tolereren en zal dit al zeker niet als het nieuwe normaal accepteren. Want er zijn blijkbaar twee parallele, afzonderlijke werelden in onze maatschappij. Diegene van de brave Vlaamse burger, die door de regering schaamteloos tot in de huiskamer wordt vervolgd met avondklokken, verklikkingen en drones. En dan heb je die andere wereld van die allochtone buurten in onze steden, waar massaal tegen de maatregelen wordt geschonden. Dat is iets wat ook iedereen ziet, maar waar geen echte consequenties volgen. Geen harde handhaving. Geen federaal gezag. Die maatschappij, beste vrienden, van twee maten en twee gewichten, die zal het Vlaams Belang nooit of te jamais aanvaarden. Maar heeft corona dan iets positiefs gebracht, hoor ik sommigen onder u misschien denken. Wel ja, ik zal u verrassen. Plots kunnen bepaalde maatregelen wel, als er maar de politieke wil voor is. En dat is misschien wel de les van 2020.
We kunnen blijkbaar wel onze grenzen controleren om transmigratie en economische migratie te stoppen. We kunnen blijkbaar wel de politie inzetten om mensen die illegale dingen doen actief op te sporen en op te pakken. Ons Vlaams Belangprogramma is dus geen utopie, maar kan in de praktijk omgezet worden. Dus laat u nooit meer wijsmaken dat wat wij voorstellen niet kan of niet mag. Meer dan ooit is ons Vlaams Belangprogramma de hoop voor een betere toekomst voor Vlaanderen. Maar wat me in heel deze coronacrisis misschien nog wel het meest heeft gestoord, is die Belgische regering die iedere dag opnieuw zijn burgers feitelijk afdreigt met uitspraken zoals het is aan de burger om corona te verslaan. Of, nog zo'n uitspraak, het ligt aan de Vlaming. Hoe beter hij de regels volgt, hoe sneller er versoepelingen mogelijk worden. Maar, beste vrienden, onze bevolking doet reeds al het mogelijke. En wat iedere dag duidelijk wordt, is dat het niet de Vlaming is die in gebreken blijft, maar deze paars-groene regering van Alexander De Croo. Binnen enkele dagen leven we 3 maanden met een avondklok. Al 3 maanden is de horeca dicht. Al 3 maanden zijn kapperszaken en schoonheidssalons toe. Al maanden hebben we amper 1 knuffelcontact. En we hebben in 2020 zelfs kerst en nieuwjaar in mineur moeten vieren. En toch is het precies altijd opnieuw de schuld van de bevolking en nooit van de regering. En dat, beste vrienden, dat ben ik nu eens meer dan spuugzat. Iedere keer is het weer onze schuld. Iedere keer is het de schuld van die brave burger dat de Belgische coronacijfers zo dramatisch zijn. En wat doet die regering eigenlijk zelf? Het is toch niet onze schuld dat die strategische stokmondmaskers vernietigd werden? Het is toch niet onze schuld dat de track and trace voor geen meter loopt? Het is toch niet onze schuld dat het testbeleid een compleet fiasco is? Dus stop met de bevolking onterecht een schuldgevoel aan te praten. Want het is niet onze schuld dat we ons wereldwijd ongelooflijk belachelijk maken met het vaccinatiebeleid. Dat is nu eens voor de volle 100% de schuld van de man die door onze vaderlandslievende media opgehemeld werd voor zijn heldere communicatie, de socialistische minister Frank van den Broeke. En hij was inderdaad zeer helder. Hij maakte zich op 22 november 2020 sterk dat het inenten naadloos en snel zal gebeuren en voegde daaraan toe, en ik citeer, als dat niet lukt, moet u op mij schieten. Einde citaat. En waar staan we nu 45 dagen later? De Jos. De Jos heeft al een prikje gekregen. En ondertussen liggen er tienduizenden vaccins ergens in een diepvriezer te wachten. En de reactie van minister Van den Broeke? Hij vraagt begrip voor de trage opstart van de vaccinatiecampagne. Begrip? Begrip? We zijn wereldwijd koploper als het gaat over het aantal coronadoden per aantal inwoners. En vandaag zijn we bijna de traagste als het op vaccineren aankomt. Dat is toch niet meer serieus? Deze paars-groene regering gaat compleet af. Dit is een complete afgang van België. Gestuntel, alsof we een derde wereldland zijn. Want hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Vele landen, wat zeg ik, bijna alle andere landen die met hetzelfde vaccin werken, staan al veel verder. Overal zijn er al duizenden, tienduizenden, in Duitsland zelfs honderdduizenden mensen gevaccineerd. En dan zwijg ik nog over Israël, waar al 1,1 miljoen mensen zijn ingeënt. En hier, in België, zijn we nog aan het afwachten. Zijn we nog aan het onderzoeken, aan het opstarten. Wat een ongelooflijke onzin. De realiteit is dat er helemaal geen strategie is. Het is slecht en te laat voorbereid. En beste vrienden, onze kritiek vandaag is hier geen politiek spelletje tussen meerderheid en oppositie. Dit gaat over iets, hè? Iedere week sterven er nog mensen. Een besmettelijker vaccin-variant staat voor de deur. Zorgpersoneel werkt zich te pletter en onze ouderen zitten al maanden opgesloten. 1 of 2 weken later op kruissnelheid vaccineren kost dus mensenlevens. Met de hoeveelheid belasting die wij betalen, hadden we verdorie de eerste moeten zijn om te starten met het vrijwillig vaccineren. Hoe sneller we vrijwillig vaccineren, hoe sneller we uit deze coronacrisis geraken. De falende vaccinatiestrategie is misschien wel de grootste teleurstelling. Want al sinds maart horen we dat ondanks alle maatregelen
we er pas echt gaan uitgeraken als er een vaccin is. Wel, nu is er een vaccin en nu zit deze Belgische regering te talmen. Beste vrienden, de Vlamingen snakken naar vrijheid. En dat is dan ook mijn wens voor het nieuwe jaar. Dat 2021 het jaar van de vrijheid mag worden. Want meer dan ooit beseffen we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We beseffen dat pas echt als het ons ontnomen wordt. Een avondklok, niet meer met vrienden op café of restaurant kunnen gaan, je familie niet meer kunnen zien of geliefden niet meer kunnen vastpakken. Daarom moeten we met z'n allen er alles aan doen om in 2021 onze vrijheid te herwinnen. Maar vrijheid is betekenisloos als het zonder verantwoordelijkheid komt. Om onze vrijheid te herwinnen, gaan we met z'n allen nog een laatste inspanning moeten leveren. Want op deze Belgische regering gaan we niet meer moeten rekenen. Zoveel is wel duidelijk. Het zal zelfs nog even slechter gaan. Zeker in combinatie van de scholen die terug van start gaan en een nieuwe besmettelijkere variant, een Britse variant. Dus zullen we die maatregelen, ook de dwaze, moeten blijven opvolgen. En toch, beste vrienden, toch koester ik die hoop dat 2021 het jaar van de vrijheid wordt. De Vlaming heeft, in tegenstelling tot die Belgische regering, de afgelopen maanden wel getoond verantwoordelijk te zijn. Daarom hoop ik dat de Vlaming beloond zal worden voor hun inzet en dat we dit jaar weer ten volle vrij kunnen zijn. Ik wens je daarom de vrijheid om opnieuw te kunnen ondernemen. Ik wens je de vrijheid om opnieuw met vrienden op café of restaurant te kunnen gaan en onze geliefden te kunnen vastpakken, zonder dat je schuldig moet voelen. Ik wens je de vrijheid om opnieuw onze tradities zoals Kerst en Sinterklaas met Zwarte Pieten te kunnen beleven, zonder dat je beschuldigd wordt van racisme. Ik wens je de absolute vrijheid van meningsuiting, zonder dat een of andere multinational zoals Twitter of Facebook gaat bepalen wat wel of niet kan. En tot slot wens ik dat Vlaanderen eindelijk de vrijheid grijpt die ze verdient. Los van dat zwalpende en zinkende Belgische schip met paarsgroene stuurlui. België heeft geen meerwaarde, geen strategische stocks, geen mondmaskers, geen handhavingsbeleid, geen data, geen track-and-trace-beleid, geen vaccinatiebeleid. Het enige wat België nog heeft, zijn ministers waar niemand heeft voor gekozen en een dure PR-campagne om nog maar de indruk te wekken dat er een Belgische ploeg zou bestaan. Ik dank u.